Ik heb de FD beleggingsportefeuille gezien en het is een interessante portefeuille. En ik zou graag twee nieuwe aandelen erin willen doen. Als eerste Air France en als tweede AXO. Air France om de simpele reden dat je ziet dat het beter gaat met de Europese economie. Daar zal de omzetkant duidelijk van gaan profiteren. Ze hebben toch nog steeds veel omzet in Europa. Aan de andere kant zie je dat ze duidelijk aan de kostenkant bezig zijn. Dat gaat moeizaam, maar dat gaat wel. En ook de energiecomponent aan de kostenkant zal onder druk komen te staan. En dat is ook goed voor Air France. Blijft natuurlijk wel een issue. Van de week stond in de krant, in de Franse krant, dat ze mogelijk met een emissie gaan komen om een balans op te poetsen. En dat is ook wel nodig dat die balans wat opgepoetst wordt. Ik had gehoopt dat door de resultaten komt. Als die emissie er komt, zal dat nog wel een deuk voor de koers op kunnen leveren tijdelijk. AXO heb ik gekozen om de simpele reden dat de nieuwe CEO, die al zo lang ze toch al anderhalf jaar zit, maar echt goed bezig is. Neemt afscheid van dingen waar ze niet zo goed in zijn. En zijn aan het uitbreiden dingen waar ze wel goed in zijn. Dus dat gaat goed. Je ziet dat de kosten daar flink onder druk komen te staan. Titaniumdioxide, hoop mensen kennen het niet, maar dat wordt over het algemeen gebruikt om verf te maken. Dat is een hele basisgrondstof. Heel belangrijk, een hele grote kostencomponent voor AXO. Dat heeft sterk onder druk gestaan en daar gaan ze nu de vruchten van profiteren. En ook als je naar de resultaten kijkt, zie je dat de omzetgroei in bijna alle segmenten nu te zien is. En dat is toch iets wat we vorig jaar erg hebben gemist. Dus de opgaande lijn is duidelijk zichtbaar. En dat tezamen moet leveren een mooi resultaat ook voor de koers. Ja, dat betekent ook dat je afscheid moet nemen van twee bedrijven die nu in de portefeuille zitten. Enerzijds is dat Randstad. Dat aandeel heb ik gekozen omdat toch wel heel veel van de opgaande lijn die we in de economie in Europa zien al in de koers verwerkt is. En ik denk dat ze wat te veel gestegen zijn. Als we ook gaan kijken naar de dividend, kan ik me voorstellen dat er wat teleurstellingen voor beleggers zijn. Ze hebben een nieuw dividendbeleid gemaakt afgelopen jaar. En dat betekent dat ze waarschijnlijk over het afgelopen jaar minder dividend gaan uitkeren. En ik denk dat dat voor sommige beleggers toch wel een schok zal zijn. Vorig jaar was het nog 1,25. Over het afgelopen jaar zal dat ongeveer tussen de 90 en de 1 euro zijn. En die dividendverlaging is een teleurstelling. Een tweede aandeel wat dan geruimd moet worden is Unilever. We hebben gezien dat het koers redelijk is gestabiliseerd de laatste tijd. Ik denk dat de upside daar wat beperkt is, gezien alle emerging market strubbelingen die er zijn. En dus zal ook dit aandeel het veld moeten ruimen.